Decoraties in Suriname gebeuren niet zonder meer. Personen die hiervoor zijn voorgedragen, worden eerst beoordeeld door een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep. Dat is de Adviescommissie voor Surinaamse Onderscheidingen, kortweg de Decoratiecommissie. Jack Uden en Maurits Hassenkan zijn respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van deze werkgroep. Wat wij als adviescommissie in gesprekken met de president goed hebben begrepen, is dat hij groot voorstander is van ere wie ere toekomt. Bij decoratiemomenten heeft de president daarom altijd de gemeenschap opgeroepen om mensen die verdienstelijk werk verrichten voor land en volk, vaak belangeloos, vooral dat punt, bij hem voor te dragen voor een onderscheiding. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 1 februari 2022 hebben we nageteld, zijn het 768 personen die zijn gedecoreerd. In 2020 was dat 248, in 2021 482 personen en 2022 38 personen. Als je een optelsom zou maken vanaf het begin van decoratie, dat gaat dan terug naar tot naar 1978, zijn het iets meer dan 7000 mensen die zijn gedecoreerd in de afgelopen jaren in de Republiek Suriname met ereonderscheidingen van de staat. Voor ons komt een voordracht voor een onderscheiding van een individu op basis van zijn of haar bijzondere verdiensten voor mens en of samenleving. Maar sprekend over doelgroep kan ik in dit verband toch wel noemen de voordrachten die worden gedaan voor bloeddonoren. Bloeddonoren worden als eigenlijk een collectiviteit, een speciale groep, één keer per jaar doorgaans op bloeddonorendag gewaardeerd. Dat is in de maand juni. Rond eind januari van elk jaar gaat er een schrijven uit van de directeur van het kabinet van de president. Dat is nu de heer Munsi. Die gaat naar diverse instanties in de samenleving, instellingen, organisaties, waarin ze worden aangemoedigd, aangespoord om mensen voor te dragen, mensen uit hun geledingen die zich inderdaad hebben ingezet boven het normale, want daar gaat het om, om ze voor te dragen voor een onderscheiding. Dit jaar is dat weer gebeurd. De brieven zijn intussen de deur uit en er zijn zeker een 70-tal instellingen, organisaties, verenigingen die dit schrijven hebben ontvangen. Onder andere noem ik hier districtcommissariaten, alle ministeries, culturele organisaties, serviceclubs, religieuze organisaties, stichtingen, bedrijfsleven en andere verenigingen. En de selectie geschiet door die diverse organisaties aan de hand van richtlijnen die wij als adviescommissie hebben vastgelegd in een nieuw aanvraagformulier. En de criteria die toetsen wij of ze voldoen aan inderdaad een onderscheiding en welke klasse van onderscheiding. Er werden voorstellen gedaan waarin stond iemand is 15 jaar bestuurslid geweest van een organisatie of is actief op sportgebied. Klaar. Maar dan weet je verder nog niks. Wat heeft hij nou precies gedaan? Waaruit blijkt het uitzonderlijke wat die mensen hebben gedaan voor die samenleving? Dus daarom hebben we gemeend om de richtlijnen wat duidelijker te maken. Bijvoorbeeld, we verlangen nu bij de voordrachten dat de mensen een uitgebreide curriculum vitae maken. Dus een opsomming van al het werk wat die mensen hebben gedaan, waaruit duidelijk zou moeten blijken wat ze hebben gedaan. En dan wordt het makkelijker voor de commissie om te beslissen wat betreft het advies naar de president toe. Zoals doorgegeven kunt u de informatie over de Surinaamse onderscheidingen nalezen op de website van het kabinet van de president. Deze informatie vindt u op gov.sr. Wij laten u dit stapsgewijs zien. Via google.com voert u in gov.sr, waarna u klikt op kabinetten en ministeries. Vervolgens het kabinet van de president. U ziet een overzicht met informatie betreffende het kabinet van de president, waaronder ook het onderdeel Surinaamse onderscheidingen. U klikt hierop en ziet gelijk welke overwegingen in acht worden genomen bij elke ingediende voordracht. Wilt u de wetten nalezen, dan kunt u dit downloaden door op de wetten hieronder te klikken.
In het volgende hoofdstuk worden de Surinaamse onderscheidingen belicht die door de grootmeester van de ereorde, de president dus, worden uitgereikt. Elke onderscheiding met zijn volledige benaming kunt u eveneens nalezen door hierop te klikken. Wilt u iemand voordragen, dan kunt u dit doen door te kiezen voor het volgende hoofdstuk, voordragen van personen. In dit hoofdstuk staat vermeld wie kunnen voordragen, onder welke voorwaarden en de uiterste inleverdatum van 31 juli 2022. Het voorstelformulier die u online kunt invullen, treft u ook hierin aan. In het volgende hoofdstuk kunt u nalezen de taken van de adviescommissie en de leden die zitting hebben in deze commissie. Wij hebben ook hierbij toegevoegd een overzicht van de adviescommissie die voorgaande jaren aan de staat hun diensten hebben bewezen. Een overzicht hiervan vindt u door hierop te klikken. Eén voor de laatste hoofdstuk laten wij zien de algemene en bijzondere decoratieplechtigheden die hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar, met namen van personen die in aanmerking zijn gekomen voor een Surinaamse onderscheiding. Ook is opgenomen onder welke omstandigheden een onderscheiding geretourneerd dient te worden. Indien u nog vragen heeft, kunt u in contact treden met het kabinet van de president of mailen naar het secretariaat van de Adviescommissie voor Surinaamse Onderscheidingen. Wij hopen dat wij u alvast voldoende hebben geïnformeerd en kijken uit naar uw voordrachten.